herinnering. Ik ben op bezoek bij iemand die ik eigenlijk niet ken, maar zij zichzelf nog minder. Het ruikt hier naar mijn oma, dus ga zitten zodat haar huis in mijn kleren trekt. Vanuit de keuken komt de vraag of ik lupine lust. Ik antwoord uiteraard om te weten of dat waar is. Misschien loopt achter het raam een hondje langs met een meneer naar wie ze zwaait. Ik zwaai maar mee. Ze wil weten hoe zijn dag was. Ik vraag me af welke dag van wie. Schoteltjes, scheve broodjes, blijkbaar lupine in bakjes, breng haar aan tafel. Ze smeert en likt lupine op en van haar broodje. Kin, herinnering. Als onderdeel van wat voor mij een eerste is.